Hey schattige douwdruppeltjes, welkom bij de eerste echte eigenlijk de tweede. Oké, de tweede. Het is gewoon de tweede. Hou je bek dicht, dus de tweede. Tweede dag en we zijn een paar uurtjes verder inmiddels. Dit krijg je als je deze mensen, het is trouwens nu 2 uur 's nachts en we zitten nog steeds op ons slot. Als je ze laat bouwen en dan krijg je dit. Nou, ik bedoel maar, waar de fuck moet ik beginnen? Weet je wat, ik ga gewoon, laat ik het eens even proberen te lezen. Pas was hier. Nice, man. Speciaal voor David, de machtige DDG cake. Heel machtig, ja. Nice. Wat tof dat je dit doet. Respect. Ik ben je allergrootste fan. Thanks, wijze boy. David, laat zien, dit zien in de server tour. Ja, dat doe ik nu. Iemand reclame voor zichzelf, wat een baas. Oké. Ja, nog dichter bij de span. Inderdaad! Wie doet dit? Zo dichtbij! Ik zei nog zo! Doe het niet! En toch doen ze het. Ik snap het niet. Maar top dat we eindelijk een keer op de DDG mogen. Custom maps bouwen zonder GM. Ja. Mijn Ender Dragon build. Weet je wat, fuck it. Ik ga dat ook niet helemaal doen. Voor mij was het ooit een keer een poppetje. Maar nu niet meer. En iemand die heeft Pikachu gemaakt. Ik heb waarschijnlijk heel kwam pixel art. Maar ik vind hem vet omdat Pikachu is. Dit is Spooky. Spooky zit op de server, jongens. Ja, nee, is niet Spooky. Maakt niet uit. Ik ga gewoon echt even alles laten zien. Wat staat hier in godsnaam? Huh? Oh, Diamond Gaming, ik zie het. En hier staat... iets met spawn. Gaat je bot. Gaat je boor spawn. Wat? Oké, nou. Dit is wel heel dope gemaakt. Hier staat... Beer Runner. Double Rainbow. Oh, Bitrunner! Bitrunner Double Rainbow! Niemand heeft het gegriefd! Oh mijn god! Dit is een fan van DDG en die heeft gewoon... Oh, en Edgar! Edgar, je bent dan wel normaal gesproken groen, maar dit is rood. En je ziet het en je kijkt ernaar en je laat het toe! Edgar, waarom?! Klootzak. Oh, echt klootzak. Edgar, waarom doe je dat? Wat staat hier? Het is vast heel gaaf. David Lavreve, dat is zo. Dat is zo. En iemand heeft hier een huisje neergezet. Wat dope! En hier is een zwaard. Jongens, ik ga serieus. Ik zit eraan te denken om, als wij de whitelist op de survival server hebben, dat ik gewoon een zo'n server als dit ernaast wil hebben. Want dit is toch vet. Dog for life, David. Nice. Rip Germain, heel goed. Allemaal hartjes. En wat staat daar? Oeh, rust en vrede. Dubbele vrede. Rip Germain. Kijk, iedereen houdt van Germain. Het zijn best veel mensen die dit gemaakt hebben. Fucking dope. En hier staat een grote creeper te wachten. En wat heeft de creeper gezegd? Gemaakt door Mr. Achie. Nou, het is in ieder geval geen pixel. Check mezelf daar, Mattie. Iswa. Iswa. Ben je daar lekker aan het chillen? Ik ook. Hartstikke veen. Oké, boy, die is echt veel gebouwd. Wat staat daar? YouTube, dit is al. Oké, nice. I love JB. Wat de bleeping F. Ik... Nee. DDG. Smiley picture, daar staat een fiets. Holy shit, dude, ik kan dit toch nooit allemaal... Ja, YouTube inderdaad. Hoe moet ik dit nou allemaal... Oh, dat is zoveel. Dus David, en ik wil daar ook kijken. Ik wil overal kijken, dit is allemaal zo dope. Kijk, hier is een skeleton met een zwaard in zijn hoofd en hij is bijna dood. Deze dude ga ik whitelisten, ik weet het zeker. Want ik vind het gewoon vet. En wie was dat ook weer dat gemaakt had? Nou, dat checken we wel even met Hawk toe. Oeh, ik werd bijna omarmd door een schele motherfucker. En... No way, dat iemand heeft iemand dit gemaakt in een uurtje of wat dan ook tijd. Dat is best knap. Ik weet niet wat het is, maar is het onthoofd iemand, lijkt wel. Of zit er nog een hoofd op? Hallo? Heb jij een hoofd? Nee, geen hoofd. Moet nog, oké. Okay. We gaan gewoon verder. Oh, dat zijn leuke tours, man. Je kan allemaal dingen laten zien. Piratenschip, ik ken hem van de DDG-tour. Daar zijn mensen bezig, maar ik wil dit eigenlijk ook wel even zien. Wat is dit? Dit is een heel groot... Schil mannetje of zo. Ik kent iemand dit? Weet iemand wat het is? Ik vind het wel vet, maar ik ken het gewoon niet. Nog meer bootjes en nog meer bootjes. Holy crap, jongens. De mooiste gebouwen, die gaan wij allemaal checken. De admins dan, hè? Want ik kan dat niet allemaal doen natuurlijk in mijn eentje. Dit is een zombie. Hey zombie! Wat zit je daar te kijken? Hoe kom je aan die witte ogen zwaar? Hey! Nou, mooi man. En hier is iemand bezig met pixel art. Ik weet niet wat het wordt, maar... Het wordt vast iets heel gaafs. En hier heeft iemand een gebouw gemaakt rondom een rainbow. Hey Julia! Julia is ook in de house! Julia! Julia SC! For the win. Oké, mensen vragen zich af waarom er geen redstone gemaakt kan worden. Nou, dat kan ik je uitleggen.
omdat het enorm kan gaan laggen. En deze server is met zoveel spelers gewoon nog steeds lagvrij. En props daarom aan GVW Hosting. Ik kan ze echt serieus aanraden. Ik krijg niet betaald om dit te zeggen. Maar ik kan het echt aanraden om, als jij een server wilt, doe het gewoon bij hun. Want wij kunnen dus deze shit gewoon doen. Omdat zij gewoon zo'n tophost hebben. Hey, wat is dit? FC DDG. Nice, we hebben een voetbalteam. Nice. En ik hoop niet dat jij een Hitler goed doet. Lijkt erop, maar... Nee, lijkt er niet op. Oké, dat is, kan nog door de beugel. Door de spreekwoordelijke beugel. En nog een poppetje. En Nian Kat. En we gaan de volgende keer verder. Want we doen lekker korte updates. Dus kijk voor de volgende video. Ja, weet je wat? Gewoon abonneer op de Stavond Games. Geef deze video een like. Hoe meer likes, hoe meer favorites. Dus hoe sneller ik updates geef. En dan kun je allemaal zien wat die knotsgekke DDG-fans, die heel graag op de server willen, allemaal gemaakt hebben met Creative Mode. Jongens, als je jezelf in de lijst ziet, zeg even hoi. En ik zie jullie de volgende keer weer. Tot ziens!